Wat merkt u van de energieprijs? Dat ze behoorlijk hoog zijn en dat het niet meer leuk is. Die reizen de pan uit, is niet leuk meer. Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk, maar wat doe je eraan? Wat doet dat met u? Heel veel, want ik zit maar op een minimum. Ja. Dus ja, het is heel moeilijk rondkomen. Dat gewoon echt van 200 in de maand naar 700 is behoorlijk. Meer dan 180.000 Brabanders dreigen in grote financiële problemen te komen door de snel stijgende energieprijzen. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen. Vooral in Rukve, Balen-Nassau en Eindhoven zijn de problemen groot. Dan gaat het om meer dan 1 op de 10 huishoudens. Dat zijn huishoudens die meer dan gemiddeld energie verbruiken door bijvoorbeeld een slecht geïsoleerd huis. En het maandelijks met minder dan 2000 euro moeten doen. De wijk waar de energiearmoede het grootst dreigde te worden is de wijk Halve Maan in Eindhoven. Hier in deze buurt staan relatief veel oude huizen en die zijn ook nog eens vaak slecht geïsoleerd. Uit ons onderzoek blijkt dat 15% van de huishoudens hier in de problemen dreigt te raken. En dan is het nog maar de vraag of ze straks voldoende geld over hebben om bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen te nemen, zoals isoleren. Je moet 150 meer gaan betalen per maand. Dat is ten opzichte van vorig jaar keer 5 gegaan. Het kabinet werkt aan een maximumtarief voor stroom en gas, een energieplafond. Maar tot die tijd blijft het improviseren. De kinderen zeggen dat ze maar 5 minuten mogen douchen. Korte douche, verwarming lager, die soort dingen. En ik heb een puberzoon in mijn huis, dus die moet ik ook af en toe onder de douche uitjagen. Eigenlijk zo weinig mogelijk koken. Stevige maatregelen dus? Ja. Ja, behoorlijk. En daar baal ik van. Klaar.